En nu heb je Omtzigt en die wil de televisiedebat opeens niet gaan doen. Die zegt, ja, ik wil... Die man zegt alleen maar verstandige dingen. Ja? Die zegt alleen maar verstandige dingen. Die heeft zoveel inhoud. Kijk, die televisiedebatten, dat moet spetteren. En dan hebben ze kaartjes en dan hebben ze zoveel tijd om te reageren. En wat krijg je dan? De jongens, inderdaad, van de one-liners en van de grappen. Scoren. En dan zit zo'n hele kring, die roept wat tegen elkaar. En Omtzigt wil inhoudelijk praten. En dat doe je dan bijvoorbeeld als je Omtzigt neemt met Timmermans en Caroline. Hmm. Nou, dat zijn drie grote partijen, die garantie heb je. Dan kun je heel goed... Ja, maar dan ga je dus zeggen nu dat Omtzigt, die zegt dus nu, ik heb geen uitstraling. Ik doe het slecht op televisie. Nee, dat zegt hij niet. Nee, dat zegt hij niet. Nee, maar dat is wel zo. Nee, dat helemaal kan zo zijn, niet. Maar dat hij is de beste. Maar dat is... Nee. Hij is de beste. Qua uitstraling? Nou, maar hij bescheidt een uitstraling. Daar moet hij het niet van hebben. Hij moet het van zijn... ja, maar Johan, als die man in een talkshow zit... dan leg je toch na twee minuten te slapen, man? Ja, maar het zou wel hebben. Jij niet, want jij luistert naar hem. Jawel, maar waar hij over praat, dat snijdt hout. Precies, het zou toch heel lekker zijn als je eindelijk iemand in de politiek hebt... die een keer iets heeft gelezen. Kijk, dat Popiopi geschreven, ja, maar dat je kan toch niet iemand die zegt van... ja, ik doe niet mee aan die debatten, want die gaan me te snel? Nee, dat is niet nou, wat hij zegt. Dan kan ik niet... Het gaat hem te snel. Nee, hij wil een betere discussie hebben. Hij wil zijn visie kunnen uitleggen. Ja, maar kijk, je weet nog wel dat toen die Fortuyn te laat was... en die kwam aan die tafel zitten... en er was gelijk een soort van paniek, wat gaat er gebeuren? Ja. Ja, maar dat kwam gewoon, er zat een man met uitstraling... maar er zat ook een man die jou met één woord of één gebaar tot stilte kon brengen. Naar Fortuyn, maar dat hoort toch ook een beetje thuis? Ja, maar toen had hij net gewonnen, hè? En ja, de rest... Omtzigt ook? Hè? Omtzigt ook? Jawel, die moet nog winnen. Ja, die moet nog winnen. Ja, dat zijn peilingen. Weet maar Omtzigt, die staat op zichzelf. Nee, Omtzigt is geen glamourboy die graag in Popiopi-programma's zit. Die wil tijd hebben om uit te leggen wat hij ervan vindt en hoe de situatie is. Nou, en dan vind ik het groot gelijk. Hij is daar ook niet sterk in. Hij heeft daar niks te winnen als je met 10 man op een rij staat. Ja, maar Johan, als je uit wil gaan leggen hoe de toeslagenaffaire gewerkt heeft en hoe het zover gekomen is en hoe Groningen werkt en hoe het zover gekomen is en het asielbeleid, ja. Trek maar een week uit. Ja, maar dat is heel spannend. Trek maar een week uit. Nee, maar hij heeft nu wat nieuwe punten die nu in zijn programma staan. En die zijn voor hem heel belangrijk om uit te leggen. Want dat is de reden dat mensen op hem stemmen. Nou ja, hij zou wel het vertrouwen in de politiek terug kunnen brengen. Dat zou wel een hele belangrijke factor kunnen zijn. Ja, hij heeft zoveel vertrouwen dat niemand weet wat hij gaat doen. En waanzinnige cijfers. Ja. Wat wil je zeggen, Rim? Nou, we moeten het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Je hebt het over het debat met Fortuyn. Dat is het voorbeeld, denk ik, wat hij bedoelt. Dat was toen met Paul Witteman in Amersfoort, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Die lijsttrekkers zaten daar, Fortuyn ook. En Melkert kwam toen te laat binnen. Ja. Maar die zaten met z'n zessen aan een tafel. En er werd een uur lang gewoon werden allerlei onderwerpen behandeld. Ja. Dat is het enige wat Omtzigt bedoelt. Kan het onafgebroken misschien van reclame met iets minder mensen... en dat we wat langer... Ja, maar dan moet hij 7 keer bij zomerrasten gaan zitten. Ja, dat kan ook. Nou, met een paar anderen erbij. Maar dat is de anderste uiterste. Maar hij moet niet meedoen aan die wedstrijdjes... Nee. Van wie is het meest gevat. Dan is dus wat hij wil, doet het van 8 tot 12. Nee, dat wil hij helemaal niet. Maar hij wil verzoenlijk de tijd hebben en niet met een stopwatch 30 seconden mogen praten. Want in 30 seconden kun je niet een probleem uitdiepen. Johan, hij zit wel eens aan zo'n tafeltje. Dan zie ik hem zitten bij Opeen en dan gaat een mannetje een verhaaltje vertellen. En is hij 4 minuten bezig, wat op zich al lang is op tv. En dan wil meneer aan de overkant, die wil hem niet inbreken, hoor. Maar die wil gewoon iets meedoen. Misschien denkt hij ook wel, laat het programma nog een beetje gezellig maken. Mm. Nou, dan zie ik hem kijken. Dan denk ik, ja, gaat dat dan ook niet zitten? Ja. Nou, hij was een keer bij Halfwacht, was je ook wat boos geworden... dat hij toch niet eraan is toegekomen. Ja, dat is wel, maar ik begrijp hem wel. En als ik hem hoor praten, dan vind ik altijd dat hij zinnige dingen heeft. Hij heeft de beste dossierkennis. Hij is in de positie dat hij iedereen uit kan leggen... wat hij bedoelt en hoe het zou moeten. Ja. Nou, daar hebben we er maar één van. Ja. En al die praatjesmakers die snel reageren... ja, die hebben er een teringzooi van gemaakt. Ja, maar dat weet ik niet. Je hebt het even afgehaakt, Meloeska, heb ik kinderen. Dat weet ik niet. Nee, ik ben het eigenlijk volledig... Dat weet ik niet. Ik weet niet of die praatjesmakers die zo snel reageren. Want als jij echt Groningen asiel en toeslagen verder... als je dat uit wil leggen... Ja.
Nee. Weet je hoe lang je bezig bent? Ja, dat is wel. Nee, maar word jij er niet soms moe van als je naar een debat zit te kijken of iets voorbij ziet komen, dat je iedereen in een soort Instagramble, TikTok-achtige quotes ziet vuren? Ik heb de hele tijd het gevoel, ach man, houd toch op met dat toneelstuk. Leg eens even echt uit wat er aan de hand is. Ja, maar, als dat mannetje van jaar 21, als hij nou bij je opeen zit, die weet toch ook dat hij maar 3 minuten heeft? Ja, ja, maar wat moet je hem dan geven? Toch heb ik er vertrouwen in. Dan moet hij er niet gaan zitten. Wat moet je hem dan geven? Jawel, maar Omtzigt mag daar zelf voor kiezen. Want die zegt, ik doe daar niet aan mee. Nee, dan moet hij nergens meer gaan zitten. Jawel, als die ruimte krijgt, dan schuift hij aan. Moeten die debatten anders worden? Dan moeten die debatten anders worden. Er mag iets meer ruimte. In Amerika beginnen die gewoon om 8 uur, duren tot 10 uur, geen reclame. Niks mis mee. Dan hoef je niet, zoals jij zegt, bij zomergasten te gaan zitten, maar je kan wel een minuut lang achter elkaar iets vertellen in plaats van 10 seconden. Met al zijn stemmen die hij gaat halen, waarschijnlijk krijgt hij echt wel de ruimte, denk ik, bij verschillende programma's om dat verhaal te gaan vertellen. Debat, dus, je kan ook iemand uitdagen. Zal bij ons dat lastig worden, denk ik alleen. Dan kun jij niet snedig zijn, dan kan René niet grappig zijn, dan wordt het een beetje lastig. Maar je hebt ook kans dat hij mij gaat interroperen. Dat ik helemaal niet. Als je op dinsdag zit om 9:30, het wordt ook weer een keer woensdag. Kan mij dan nou voor rot slaan? Laat lekker lullen, die man. Krijgen wij overuren uitbetaald? Ik heb gewoon een paar. Ik heb er dan altijd nog een boekje bij. Ja, Playboytje. Playboytje erbij. Ja, helemaal goed.